So basically what we're doing now is we switch some parts from this bike, sponsored parts, towards this bike. Morgenochtend hebben we nog 3 uurtjes gefietst met de 2, was onwijs gezellig. En toen ben ik weer teruggegaan naar Fabian, dus die organisator van Gravel Locos. Die had me uitgenodigd. Dus ik denk, ja, waarom niet? De zaterdag, Saturday. Yesterday we had a day of fun with a massage. With a good lunch. We went to Mella Johnny's. You had the massage. I had the massage. Today is about biking again. So this is like the last really hard effort. Today I do 4 hours on the bike with 4 times 8 minutes joints give me on threshold, maybe a little over, you know, if I feel good. So 4 hours, 4 times 8 minutes threshold from joint. You're too disciplined. I'm trying to corrupt him, but it's impossible. This man is all about the discipline. All about the discipline. There's the man. YouTube going, I see. There's the man. But the GoPro is on the front. Let's go ride bikes! Fabian is going to drive me to a nice place where we do a nice loop, and then once I'm finished I have to hit the road because I have to be in Bentonville tonight, which is like a 6-hour drive in my van. Road trip continues. Yes, let's go train. I will draft you in the SUV. Yeah, we do the 100 miles. 100 miles, I'm in for 200. Wow. 4 hours in, Segman followed me, gave me bottles. Then I asked for Mexican food for lunch. The guy bought for $100 worth of Mexican food. You looked hungry. So I leave in half an hour, but thanks for having me the whole week. We had fun. You'll be back. Huh? I'll see you next year. I'll be back for sure. Toen ben ik weer naar Bentonville gereden. Dus weer naar Dan Dunn's Waffles. Die waren toch onverslaanbaar. Zondagochtend die gegeten. En Thomas s'avonds opgehaald. Maar daar is hij hoor. Ik maak een film, hè, Tom. Ja, dit gaat allemaal naar Bruno. En dat gaat hij in elkaar flansen. Moet ik even maken goed, Bruno? Ja. Ik ben een special guest. Ik vind het wel jammer dat ik niet 5 minuten geleden aan het filmen was, want er stond hier alweer in zijn blote leuten. Hij stond geen 5 minuten binnen. Daar zaten 2 mensen van 70 en hier stond er één in zijn blote baast. Ik kom hier naar boven, ik denk, wat gebeurt hier nou weer, weet je wel. Ik moet zeggen dat ik dacht dat ik gewoon naar de kamer. Hij nam even een trappetje te veel. Kwam hier even dat neer uit. Lekker duikje gedaan, Thomas. Ik wou dat ik dat had gefilmd. De hoofden van die 2 arme mensen. Die denken, wat kom. Nou, er is weer interactie. Nou, maandag zijn we naar Emporia gereden, Thomas en ik. We zijn onderweg naar de bikeshop die mijn fiets gaat fixen. En ik heb een passagier mee. Hé, zit hier gewoon. Oh, wil ik nou even zeggen, ze schijten allemaal in een broek voor Thomas. Gaat hij naar King? Wat ik nou niet zeg, ik zeg, die treedt hard, jongen. En jullie weten allemaal hoeveel talent hij heeft. En zijn reputatie is hem vooruitgesteld. Ja, en die reputatie is natuurlijk niet altijd de beste reputatie geweest, jongens. Dat weten wij ook. We zijn dus al een uur bezig met mijn nieuwe fietsje. Ondertussen was hij gewoon even zijn fiets, hoor. Ja. Multitasken. Doet hij gewoon. Dit is de eerste keer die Kenza winning by. So basically what we're doing now is we switch some parts from this bike, sponsored parts, towards this bike. This is Charlie. Hi. Hello, Charlie. Best mechanic in Kansas. He's going to build my bike. 4 keer gewonnen.
chunky. Dat is nu het vertellen waar het lastig is. That's the hard part. And it's also the longest stretch, 90 mile. Als we gaan, vertelt je. De fiets is klaar. Wat een fietsie heb je. Wat een fietsie. Eén telefoontje verder heeft onze beste vriend Fabian dit huis voor ons geregeld. Met een porch. Met een porch. Met een zitten porch. Wij morgen te ontbijten. Hey. Zullen we eens even een rondleiding geven in ons nieuwe huis? Er is niemand thuis, nee. Nee, er is niemand thuis. Nee, alles staat open en is voor ons open. Moet je nagaan, hè? Ja, kan gewoon hier. Ik kan gewoon in Amerika. In Cottonwood Falls. Hey? Kan gewoon. Hey, this is my crib. Kijk hier. Hey? Een hele family. We moesten maar de beste kamers uitzoeken. Kijk hier, woonkamertje. Ik ga Laurens kopen. Buiten die trailer. Nee, jij gaat ook. Ja, ik ga jou laten snijden en zo. Ik denk dat het kleine koelkastje van ons campertje hier wel in past. Eerste 30 mijl en de laatste 50 mijl aan het verkennen. Met een groepje Nederlanders. Thomas. Slikmeister. Jasper. En onze Amerikaanse stekeling.